Kees van Amstel. Ik had een erg dubbel gevoel over de hele rel rond de seksfilmpjes van Patricia Pai. Enerzijds voelde ik me erg verbonden met Patricia. Ik zal me even kwetsbaar opstellen. Ik heb namelijk ook een seksuele voorkeur die in Nederland behoorlijk taboe is. Althans, als ik het mijn naaste vrienden vertel. Kijk eens me meestal in afschuw aan of ik word uitgelachen. Ik hou namelijk van seks in het donker. Ja, lekker licht uit. Niks zien, alleen maar voelen. Nou, als je dat bekend maakt, word je aangekeken of je net uit 1951 bent geflitst. Ik weet het, groot taboe, maar ik ben nu eenmaal snel afgeleid. In het IKEA-licht ga ik op een gegeven moment toch een keer naar mezelf kijken. Oh jee, denk ik. Ik had mijn grote teennagel nog even moeten knippen. Of zou ze niet vinden dat ik gekke knieën heb? Ja, en met licht uit heb je dat allemaal niet. Terug naar het filmpje van Patricia Pai. Ik was eigenlijk vooral geschokt omdat het me niet zoveel deed. Jeetje, dacht ik, hoe afgestomd ben ik dan? Maar dat gold vast niet voor de rest van Nederland. En gelukkig kiezen we hier graag voor de underdog. Nadat alle woordspelingen met het woord zeik en pies gemaakt waren, kwamen de grote steunbetuigingen. Aaf Brand Korstius vond haar dapper in de Volkskrant en het Damesblad L noemde haar zelfs een grote heldin. Onze moderne Jeanne d'Arc experimenteerde tenminste nog met seks en waarschijnlijk altijd met het licht aan. Ik vond het slim dat ze direct bij Jinek haar verhaal deed. Ze deed ook goed. Geen gelieg, geen gedraai en zonder veel zelfmedelijden. Dit was het verhaal. Klaar. Wist je dat het gemaakt werd? Ja. Ja, ik wist dat dat opgenomen was. Dat vond je goed? Ja, en iedereen doet wel eens iets geks. Ik heb een gekke bui. We doen allemaal wel eens wat gek, zei ze. Bam! Nou ja, als mijn ouders zeggen, we gaan een keer iets geks doen, boeken ze een busreisje naar de kerstmarkt in Düsseldorf. Maar toch, stoer wijf. En ze had de volledige steun van, ja, Peter R. de Vries. Peter was natuurlijk boos, erg boos. Vooral over het uitschot van Geen Stijl. Afgelopen woensdag lichtte hij het toe. Nou, de advocaat die heeft bij Geen Stijl, die zeg maar het eigenlijk openbaar heeft gemaakt, publiek heeft gemaakt, gesommeerd en gezegd van, nou ja, erkennen jullie aansprakelijkheid en zijn jullie bereid om een schadevergoeding te betalen? Ja, tuurlijk was het naar van Geen Stijl. Maar daar begon het verhaal toch een beetje te stinken, beste Peter. Jij verdient je geld onder andere bij RTL Boulevard. Ik heb niks tegen Boulevard, maar als er toch één club hypocriet was, waren zij het wel. Tot het naar buiten komen van de filmpjes heigerig speculeren als vieze mannetjes. Maar toen het beruchte plasfilmpje eenmaal out in the open was, speelde men ineens de Victoriaanse zedemeester. Schande, schande. Maar natuurlijk wel met de woordspeling pislink in de benedenbalk. Ja, en Peter R., was jouw werkgever niet dezelfde die dit filmpje openbaarde in 2008? Georgina Vermaan en Noordkerel zijn het leukste en meest frappante show op de koppen van Nederland. Leuk is dan ook anders toen het volgende filmpje, gemaakt in het uitgaansleven van Leiden, in onze kijkerspost aantrof. RTL Boulevard had een filmpje van een vreemdgaande Georgina Verbaan in de kijkerspost gekregen. Tuurlijk! En had het toch maar even snel op de zender geknald. En weer een relatie kapot. Wat zou Peter R. daartoe van hebben gezegd? En wat zou Peter R. gezegd hebben een jaar later over de beelden van de beveiligingscamera in een parkeergarage die RTL Boulevard had gekocht? Jolante Cabau van Karsbergen, die nog warm was van Jan Smit, zoende stiekem met Wesley Snijder. En hup, Boulevard gooide onbeschaamd het filmpje in de uitzending. Je hebt er straks laten zien dat ze kijken of er een camera in de buurt is of niet. Zij dachten van niet, maar die camera was er wel. We kijken naar de beelden. Ja, en wat zou Peter R. toen hebben gezegd over dit soort illegaal verkregen beelden? Nou, dat kan ik u zeggen, want dat is bekend wat Peter R. daarover zei. Ik denk echt dat ze zich hier heel, heel veilig gevoeld hebben. En die mannen in dat hokje achter die monitoren, die zaten die zich natuurlijk de avond helemaal van zijn leven te verkneukelen. Ja, die dachten van een prachtige wedstrijd. Ja, want Peter R. zat toen ook al lekker naast Albert. Kijk, Peter, je kan niet meevaren op de Groene Draak en daarna zeggen dat het Koningshuis te veel geld krijgt. Als je toen ook boos was geworden, had ik nu iets meer respect voor je gehad. Nou goed, ik wens mevrouw Pai alle sterkte en ik zeg nogmaals, lekker seksen met het licht uit. Kijk maar naar mij, nog geen enkel seksfilmpje van mij is tot nu toe een succes geworden.